Wat bedoel je daarmee? Daarmee bedoel ik dat er geen gelukkige familie bestaat. Dat er een gelukkig gezin bestaat, wat iets anders is. Dat is theoretisch gezien mogelijk. Want wij waren heel gelukkig. Hadden geen cent te maken, maar waren met elkaar heel gelukkig. Als gezin? Als gezin. Maar de familie? Elke familie, dit zijn wij, lang geleden. Maar een gelukkige familie bestaat niet, zeg ik. En elke familie is gedoe. Gaat het niet over de erfenis, dan gaat het over een nymfomane dochter van 28... die bij 5 verschillende familiebijeenkomsten in 6 maanden tijd 7 mannen meeneemt. Dat zeg ik ook letterlijk in de voorstelling. Dus er is ook veel te lachen. Maar er is altijd gedoe. Ja. Altijd. Dit zijn jouw vader en moeder, hè? Dit zijn mijn vader en moeder. We zeiden in de repetitie al, wat lijk jij toch op je vader? Ik lijk thuis het meest op mijn vader. Hij was net zo donker als ik. Zwart, zeg maar. Ja. Op deze foto helemaal. En ja, ik leek thuis het meest op hem. Ja.